Hallo, ik ben Afgeboven en dit is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. In dit journaal gaat het over nare gebeurtenissen bij NOS Sport. Verder gaat het over de politie. Zij geven op school les over drugscriminelen. En we vertellen over de provinciale statenverkiezingen. De hoofdredacteuren van NOS Sport zijn gestopt met hun baan. Veel mensen vonden dat de leidinggevenden weg moesten. Dat komt omdat medewerkers van de sportprogramma's niet goed zijn behandeld. Dat blijkt uit een onderzoek. In het gebouw van de omroep NOS wordt nieuws gemaakt voor televisie, radio en internet. Zoals het acht uur journaal en ook het nieuws van de week wordt hier gemaakt. Het ging mis op de afdeling NOS Sport. Daar maken de medewerkers bijvoorbeeld het sportjournaal en Studio Voetbal. Nu blijkt dat veel mensen van NOS Sport zich niet veilig voelden op hun werk. De afgelopen jaren zijn er verschillende dingen gebeurd achter de schermen als de camera's uitstonden. Zo'n 100 medewerkers hebben erover verteld in een onderzoek. En daaruit blijkt dat er mensen gepest zijn en uitgescholden. Mensen met een donkere huidskleur zijn gediscrimineerd. En er zijn seksuele opmerkingen gemaakt. Dit wordt grensoverschrijdend gedrag genoemd. Gedrag dat niet oké okay is. En dat gebeurde al twintig jaar. De hoofdredacteuren van NOS Sport, de bazen dus, deden te weinig om dit gedrag te stoppen, blijkt nu. In een groot artikel in de Volkskrant vertellen mensen over de sfeer op de afdeling en het pestgedrag. In de krant staat dat ook bekende presentatoren van de sportprogramma's soms vervelende dingen zeiden als de camera's uitstonden. Het gaat bijvoorbeeld om Tom Egbers, die een stagiaire heeft gepest nadat ze hadden gezoomd. En Jack van Gelder, die een seksuele opmerking maakte tegen een vrouwelijke collega. Het is de laatste tijd vaker in het nieuws dat er grensoverschrijdend gedrag is bij televisieprogramma's. Het begon bij talentenshow The Voice of Holland. Bij de opname zouden mensen seksueel zijn lastiggevallen. Dit is The Voice of Holland. Toen dat bekend werd, is het programma gestopt. En ook bleek dat medewerkers van het programma de wereld Draait door zich onveilig voelden tijdens hun werk. Presentator Matthijs van Nieuwkerk zou erg streng zijn geweest en ook soms woedeaanvallen hebben gehad. Toen dit bekend werd, is bij allerlei bedrijven en organisaties onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag. Bij NOS Sport bleek dat er dus veel mis was. Mensen op de redactie van NOS Sport zijn geschrokken van de verhalen. Ja, dat raakt ons. Uh, heel erg. En ik vind het ook met name voor de slachtoffers uh, keihard wat erin staat. Um, en dat is niet de manier waarop wij met z'n allen uh, willen werken. En dat is vooral wat je vandaag hier hoort op de redactie. Dit soort dingen die je dan leest en die je hoort in zo'n onderzoek. Ja, die willen we niet met elkaar. En dat is niet de manier waarop we met elkaar om zouden moeten gaan. En uh, dus daar wordt vanaf nu gewoon aan gewerkt. Veel meldingen kwamen terecht bij de vertrouwenspersoon. Bedrijven hebben zo iemand om problemen mee te bespreken. De vertrouwenspersoon luistert naar wat er is gebeurd en gaat dan op zoek naar een oplossing. Bij de sportafdeling van de NOS gaat de leiding nu dus weg. Er komt een nieuwe baas en er wordt meer onderzoek gedaan naar wat er precies mis is gegaan en hoe het weer een veilige werkplek kan worden. Steeds meer jongeren doen werk voor drugscriminelen. Ze worden bijvoorbeeld op straat of op school gevraagd om criminele dingen te doen. Maar werken voor drugscriminelen is verboden en kan ook erg gevaarlijk zijn. De politie doet er alles aan om de jongeren te waarschuwen voor de gevaren, zoals in Rotterdam. Rotterdam ligt hier. De stad heeft een grote haven en daardoor zijn hier veel problemen met drugs. Want vanuit het buitenland wordt stiekem een hoop drugs naar de Rotterdamse haven gesmokkeld. Zoals cocaïne. Dat zit dan verstopt in dit soort containers. Drugscriminelen vragen jongeren om de drugs uit de containers te halen en naar ze toe te brengen. Politieagenten zien dat steeds meer jongeren dat ook echt doen. Vooral als ze geldproblemen hebben. Voorheen was dat bijvoorbeeld gewoon winkel- of fietsendiefstal. En momenteel is dat de zware tijd waar we nu in zitten. Dus dat gaat geleidelijk. Ze vragen eerst van, nou, hoe is het met je? Heb je problemen? Heb je een bijbaan of een baan? Of gaat het goed op school? En meestal zijn dat kwetsbare jongeren die dat niet hebben... en heel graag geld willen verdienen... om eventueel wel die mooie Nike's of trainingspak te kunnen kopen. Ze kunnen makkelijk gepakt worden door de politie... Ook is het gevaarlijk werk. Want als je eenmaal met de criminelen hebt gewerkt, is het moeilijk om te stoppen. Criminelen laten je niet zomaar gaan. Op Rotterdamse scholen willen ze de jongeren hiervoor waarschuwen. Op deze school geven ze lessen over de gevaren van de drugswereld. Ze laten video's zien in speciale brillen. Als je de bril opzet, zie je bijvoorbeeld een filmpje waarin een drugscrimineel je vraagt om voor ze te werken. Hey, luister dan, uh, G. Je geen money verdienen. Snel, snel, snel. Sommige leerlingen herkennen dit soort ontmoetingen. Dit zijn dingen die dagelijks gebeuren. Ik ken ook een paar jongens die dit hebben gedaan. Dus voor mij, ik voel het gewoon. Ik weet wat ze nu hebben meegemaakt. Okay. En wat leer je ervan? Ja, je leert om de goede keuzes te maken. Want je kan kiezen tussen goed of fout. En als je fout kiest, dan kies je de fouten. De politie hoopt dat de jongeren door deze lessen en door erover te praten niet voor drugscriminelen gaan werken. Het uiteindelijke doel is de jongeren bewust maken van de gevaren. Dus, uh, van, ja, het is niet zomaar uh, even snel geld verdienen, er zitten allemaal gevaren en gevolgen aan. De komende tijd gaat de politie dit soort video's op meer scholen laten zien. In heel Nederland konden mensen woensdag stemmen voor de provinciale statenverkiezingen. om te laten weten welke politici zij in het bestuur van hun provincie willen hebben. Sommige mensen gingen zelfs twee keer naar de stembus: een keer om te oefenen met stemmen en een keer om echt te stemmen. Dit is zo'n plek waar van tevoren kon worden geoefend met stemmen. Hier kwamen bijvoorbeeld jongeren naartoe die net 18 zijn geworden en nu voor het eerst mogen stemmen. Is dit de eerste keer dat je gaat stemmen? Ja. Ja, spannend? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze kregen bij het oefenstemmen extra veel uitleg. En konden rustig naar de stembiljetten kijken. Nee. Wat heb je allemaal geleerd vanochtend? Uh, ja, heel veel eigenlijk. Over, uh, ik, ik wist eigenlijk helemaal niet eens wat je moest meenemen. En ik heb, onder deels, heb ik dus uh, een stempas gekregen. En al dat soort dingen. En dus nu weet ik ongeveer wel wat je allemaal moet doen om te kunnen gaan stemmen. De provinciale statenverkiezingen worden iedere vier jaar gehouden. Mensen kunnen hun stem uitbrengen bij een stembureau. In alle twaalfde provincies zijn stembureaus neergezet, bijvoorbeeld in scholen, buurthuizen of in het gemeentehuis. Bij deze verkiezingen waren er twee stembiljetten: één voor de provinciale staten, voor het bestuur van de provincie, die gaan bijvoorbeeld over de wegen en het openbaar vervoer, en één voor de waterschappen. Die gaan onder andere over veilige dijken en over schoon drinkwater. Deze verkiezingen werd er meer rekening gehouden met mensen die een handicap hebben. Voor hen kan stemmen extra ingewikkeld zijn. Ook zij konden daarom van tevoren oefenen met stemmen. Deze meneer is blind. Voor hem is er in dit oefenstemhokje een stembiljet neergelegd in braille. Dan kan hij voelen wat er staat geschreven. Bij deze stemhokje hier staan van die gleufjes, en daar staan dan de, de nummers van de, van de partijen. Waar ik dan uit kan kiezen. Van, van 1 tot uh, 15, of uh, 17, of 16. En dan kan ik dan uh, met mijn pen uh, zoek ik dan naar, uh, dan doe ik 5. En dan kan ik met de pen zo. Uh, Volgens de begeleider is dit oefenen belangrijk. Dus dat is ook wel mooi dat we nu even kunnen oefenen. En dat, eh, ja, dat ze ook weten hoe ze een formulier moeten invullen. Hoe je het opvouwt, waar je het instopt, hè, welke bus. Dat je niet de verkeerde stembiljet in de verkeerde bus gooit. En, eh, dus dat is ja, wel heel goed. De oefening voor deze man zit erop. Hij is er klaar voor om zonder hulp zijn stem uit te brengen. En ook deze jongen snapt hoe het stemmen werkt. In dit journaal ging het over de fouten die er zijn gemaakt op de sportafdeling van de NOS. We vertelden over lessen op school over drugscriminelen. En we lieten zien hoe mensen hebben geoefend met het stemmen voor de provinciale statenverkiezingen. Dit was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal van de NOS in Makkelijke Taal. Tot dan!